Rob zijn het seizoen is 13 wedstrijden onderweg. Wat vind je er tot nog toe van? Ja, ik denk dat we fantastische resultaten neerzetten. Als we kijken, we staan op de zevende plek. Dus uh, daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Uh, moeilijke aanloop gehad. Lastig, uh, lastig verhaal natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, hebben de jongens zich goed gepakt. Uh, want wat hadden we? 1 uit 3 geloof ik. 1 uit 4 zelfs. 2 uit 4, sorry. En uh, ja, als je dan nu op de zevende plek staat na 13 wedstrijden, 21 punten, ja, dan mogen we tevreden zijn. Alleen tevreden klinkt altijd zo mooi. Maar uh, ja, je wil altijd meer. Als, uh, als topsporter wil je meer. Als topsporterorganisatie wil je meer. Maar uh, ja, als wij kijken naar onze doelstellingen 8 tot 12 uh, met een dertiende begroting, dan denk ik dat we op dit moment niet anders dan tevreden mogen zijn. Kijk, ik denk dat wij hartstikke trots mogen zijn op een, op een hoogsponsor als een Cito. Ja, en, en we spelen nu inderdaad op Airfra Cito. Nou, dat, uh, ja, dat valt niet bij iedereen goed. Uh, ja, en, en we hebben daar heel veel aan uitgelegd. Ja, en, en soms ja, je kunt het eens zijn met de naam, je kunt het oneens zijn met de naam. Maar uiteindelijk, ja, het is wel, dit is wat het is. En uh, daar kunnen we nog, uh, nog heel veel over praten. Maar ik denk dat we juist. De kracht van Herakles is dat we het met z'n allen doen, dat we met z'n allen de schouders eronder zetten. En ik moet zeggen, dat heb ik de laatste wedstrijd ook gezien, zeker in de tweede helft, die wij tegen VVV speelden. Nou, ook de sfeer op de tribunes, uh, ja, iedereen ging er vol achter staan. Ja, dan zijn wij als Herakles op ons best. En uh, ja, we, we zullen het toch met z'n allen moeten doen. En dat geldt dus uh, supporters, sponsoren, uh, trainers, uh, spelers, die uiteraard de allerbelangrijkste zijn: die twee uh, die laatste die ik noem. Uh, onze medewerkers, uh, bestuur, directie, iedereen moet achter elkaar gaan staan. Het, wat ik eventjes met jou wil bespreken, is het veld. Je hebt aangegeven van uh, het kunstgrasveld heeft ze langste tijd gehad. Of zeg ik het nu verkeerd? Dat zeg je absoluut verkeerd. Uh, dat heb ik zeker niet aangegeven. Wat ik aan heb gegeven is dat ons veld op televisie niet zo mooi uitziet. Uh, daarbij heb ik ook gezegd dat uh, ja, het veld van Twente of van Vitesse of van Fortuna Zittard... ...ziet er ook dramatisch uit op televisie overigens. Het zijn natuurgasvelden. Maar wij zijn heel druk met, uh, met ten bezig om te zorgen dat wij een, uh, ja, weer een nieuw kunstgrasveld ontwikkelen wat nog beter is, want even de kwaliteit van het veld is gewoon hartstikke goed. Daar zijn mensen ook tevreden over. Je hoort mensen, de spelers horen je ook eigenlijk niet uh, als ze bij Herakles spelen. Het gaat altijd over andere kunstgrasvelden. Uh, dus ja, dat is het probleem wat we hebben: uh, dat er over andere kunstgrasvelden ook vaak slecht wordt gesproken. Maar ons veld is gewoon hartstikke goed. En ja, het ziet er op televisie niet mooi uit. Daar zijn we met de kaarten over in gesprek. Dat geeft de kaarten ook aan, hè? Die, die onderkennen dit ook. Nou, en daar zijn we druk mee bezig. En we zijn, ja, zoals wij het dan hier intern maar noemen, met een versie, uh, kunstgrasversie 3.0 bezig.